Infostrada Sports verzamelt en distribueert sportgegevens. Maar naast deze digitale wereld verzamelt het bedrijf, dat wordt gedreven door sportpassie, ook enkele prachtige memorabilia. De snelheid waarmee de marktleider in sportstatistieken de leidende bedrijven van de media-industrie voorziet van statistieken, wordt in balans gehouden door de passie voor sport en kwaliteit. Daarin past een mooie verzameling van Olympische attributen, waarin de Spelen van 1928 in Amsterdam natuurlijk gekoesterd worden. Op dit prachtige bronzen Olympische bord uit 28 past weliswaar een ruim Olympisch menu, maar gelukkig is er nooit van gegeten. De mooie bronzen sculpturen van de atleten uit die tijd worden belicht in deze aangelegde etalage voor memorabilia van 1928. De meer bescheiden bordenset uit 1928 is iets om over op te scheppen, maar ook zonder Olympisch diner is de verzameling om de vingers bij af te likken. Het past in de traditie van Infostrada Sports om ook deze attributen te koesteren. En wie weet worden de etalages van 1928 weer uitgebreid als Amsterdam 100 jaar na dato de Spelen weer terugkrijgt.